25 jaar Radio Perspectief, tijd voor een feestje. En dat dachten ze natuurlijk ook, alle medewerkers hier. Dolf, we gaan in eerste instantie met jou in gesprek en later met jou, Jan. Dolf, gefeliciteerd dan maar. Dankjewel. Het is een heel heugelijk feit, vind ik, 25 jaar. En dat in een nieuwe studio, dat is ook zo mooi, hè. We hebben al tijden beloofd aan de mensen, we zullen jullie de studio eens laten zien. Nou hebben we een prachtige gelegenheid. Ja, 25 jaar, dat wordt gevierd. Op welke manier? We hebben vanmiddag open studio. Daar kan iedereen van Nunspeet, ook van de gemeente, maar ook breder, komen kijken. We zijn er met opnames bezig, nu ook al, maar dat hadden we niet gepland. Maar daar zijn we wel heel blij mee, hoor. En er zijn activiteiten voor de kinderen, er zijn activiteiten voor ouderen. Sommige programma's die volgende week worden uitgezonden, worden vanmiddag opgenomen. Dus iedereen kan zien hoe het werkt achter de schermen. Jan, hoe lang zelf al betrokken bij Radio Perspectief? Een jaar. Oh, dat is heel recent. Ja, dat is heel recent, ja. Ja. En hoe er zo bijgekomen? We maakten een nieuwe start eind vorig jaar. En toen hebben we besloten, Dolf en ik, om in ieder geval het bestuur te vormen. En dat is gelukt. Ja. Wat zijn de taken van het bestuur zoal? Een beetje de programmarichtlijn in de gaten houden. Allerlei financiële zaken. Begroting maken en dat soort dingen. Dus wat meer dingen, wat taken die op de achtergrond belangrijk zijn om in de kerkenraad te melden wat er speelt. Ja, Radio Perspectief heeft dus een vernieuwing doorgemaakt. Dat zien we dus nu onder andere hier in de studio. Staan er nog meer dingen op het programma, Dolf? Ja, heel veel. Maar we moeten ze nog bespreken. Maar kijk, nu dit allemaal gerealiseerd is en je zo'n mooie studio hebt, is natuurlijk helemaal onrendabel om die maar een paar keer in de maand te gebruiken. Dus wij gaan zeggen, we gaan kijken naar mogelijkheden om er meer in te zetten. Het kan niet via de ether, maar via streaming bijvoorbeeld. Via de kerktelefonie. Dus daar zijn wel ideeën voor. Maar als ik die nou met jou ga bespreken en nog niet met de collega's, dat lijkt me niet heel erg goed. Ik verklap niks. Ja, het is best met jou. Goed, heren, nogmaals de felicitaties voor vandaag. En maak er een mooie dag van en laten we hopen op nog eens 25 jaar Radio Perspectief, minimaal. En Dolf, je wou nog iets zeggen? Ja, want ik heb vanmorgen maar de helft van het programma verteld. Ik heb het alleen over vanmiddag gehad. Vanavond hebben we topconcerten hier. Met twee koren, het eigen koor, Laudato Deum, voor aan het begin van de avond. En Salvatori, het mannenkoor van Nunspeet, komt na het tweede deel van de avond. En we hebben een film, een presentatiefilm over Perspectief. Dat is ook wel heel leuk om te zien. Ik heb hem al gezien.